Welkom bij een podcast over het maken van een preparaat, van een cel, van een vliesje, van de rode ui. Je begint natuurlijk met een objectglas. Met je vinger doe je er een druppel water op. En dan pak je een rok van de ui. Als het goed is die al ingesneden en dan komt het lastige werk om met het punt van je pincet daar een klein vliesje van af te halen. Het is niet gauw te klein zo'n vliesje. Met de prepareernaald zorg je dat die op het objectglas in het waterdruppeltje blijft zitten. En dan pak je een dekglaasje. Let op het dekseltje boven, want als je hem zo houdt, dan vallen alle dekglaasjes eruit. En dat is een heel werk om dat weer op te ruimen. Je pakt het dekglaasje met het pincet vast, zet de prepareernaald op je objectglas en laat hem dan langzaam naar beneden vallen, zodat je geen luchtbellen krijgt. Draai je preparaat omhoog. Leg het preparaat op de tafel. Zie dat de kleinste vergroting voorgedraaid staat. En met de grote stelschroef draai je naar beneden. Totdat je je preparaat scherp ziet. Dan schuif je preparaat in het midden. Want straks wil je een vergroting groter gaan kijken. Even het laatste scherp stellen. En dan is dit wat je, als het goed is, ziet. Je ziet dat je een paar cellagen tegelijk scherp ziet. Je ziet wat dingen door elkaar. Dan draai je een vergroting groter. Bij 10x10 ga je nu kijken. En met de grote stelschroef stel je weer scherp. Dit is wat je dan ziet. Links zie je keurig één cellaag zitten. Je kunt nog een vergroting groter draaien. Nu mag je alleen nog maar met de kleine stelschroef scherp stellen. Anders zou je door het preparaat heen draaien. En dit is wat je dan ziet. Maar je kunt nu niet meer alle cellen scherp zien. Dus het tekenen doen we bij 10x10 en niet bij 10x40. En zo kun je dus een preparaat maken en bekijken.